Hallo kijkers, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video. Vandaag ga ik een verblijf maken voor de krokodil. En het gebouw wat jullie gaan zien heb ik gebaseerd op het gebouw van de Beekse Bergen. Van het verblijf van de krokodillen. Dus sommigen kunnen het misschien herkennen, sommigen niet. Maar ik heb er mijn eigen twist aan gegeven. Dus ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik vind het eindresultaat zelf best mooi geworden. Dus laten we maar verder gaan met de speedbuild. En mocht je dit een leuke video vinden al, vergeet dan zeker niet te abonneren. Wordt zeer op prijs gesteld. De vorige video ging ook best lekker, dus daar wil ik jullie ook voor bedanken. En ja, ik ga jullie nu wat informatie geven over de krokodil die ik in dit verblijf ga stoppen. Er zijn namelijk ongeveer 25 soorten krokodillen. Het gewicht van deze krokodillen kan oplopen tot de 500 kilo. Krokodillen worden ongeveer 45 jaar oud. Hun gewicht kan oplopen tot de 500 kilo. En de draagtijd bij vrouwtjes kan 2,5 tot 3 maanden duren. Ook eten ze vlees en vis. De krokodillen in de Beekse Bergen eten maar 1 keer per week. Er zal een linkje in de beschrijving staan van de video van de Beekse Bergen zelf. Daar ligt een ranger van het park de informatie heel goed uit van de krokodil die daar leeft. Het is namelijk de Nijlkrokodil. Ik weet niet precies hoeveel krokodillen er zijn, maar dat zullen jullie in die video zien. Op de site van de Beekse Bergen staat ook al heel veel informatie ervan. Deze gebruik ik nu ook om deze informatie aan jullie te kunnen vertellen. Zo kan de Nijlkrokodil die in de Beekse Bergen leeft wel 30 km per uur behalen in het water. En op land kunnen ze ook vlot lopen. Ze halen daar ook wel rond de 17 km per uur. Mensen vragen zich soms ook af wat het verschil tussen krokodillen en alligatoren nou precies zijn. Het verschil is eigenlijk heel simpel te zien. Door het kijken naar de tanden van de krokodil of de alligator kan je zien wat het is. Zo hebben alligators een brede U-vormige bek, terwijl krokodillen een smallere V-vormige bek hebben. Krokodilachtigen komen bijna in heel de wereld voor. Alle soorten leven rond de evenaar in delen zoals Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Azië en het noorden van Australië. De Nijlkrokodil die in de Beekse Bergen leeft, leeft oorspronkelijk alleen maar in Afrika en hun omgeving bestaat uit plassen en meren. Ze leven rondom het water zodat ze afkoeling kunnen zoeken. Zodra het water opdroogt, trekken ze naar een ander gebied. Ze leven ook rondom water zodat ze hun prooi tijdens het jagen kunnen verdrinken. Helaas gebeuren er ook mindere leuke dingen als de krokodillen in het wild leven, want er wordt veel op hun gejaagd vanwege hun huid. De jagers gaan vaak 's nachts jagen, want de ogen van de krokodillen geven dan licht. Zo kunnen ze gemakkelijk zien waar ze zijn en schieten ze dan tussen de ogen zodat ze gelijk dood zijn. Ik vind dit zelf echt onmenselijk. Ik vind het niet kunnen, maar helaas gebeurt het wel. Maar gelukkig zijn er ook organisaties om dit tegen te gaan, zoals het WWF. En daar mogen we heel blij mee zijn, denk ik zo. Ik werk hier nog een beetje aan de afwerkingen van het dak. Alleen aan de zijkanten, waar jullie het open stuk nog zien, wist ik niet echt per se hoe ik dat dicht kon maken. Dus ik heb er gewoon houten plankjes opgeplaatst. Laat me zeker weten wat je ervan vindt in de comments, want ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ik vond het zelf best wel leuk. Ik verander met de paint tool ook nog eventjes het gras. Eerst stond er lang gras, maar nu staat er kort gras. Dus ook zet ik de omheining van de hekken uit in het gebouw zelf, zodat de krokodillen natuurlijk niet kunnen ontsnappen. Ik heb het pad ook nog aangelegd en ik heb met de paint tool zand neergelegd in het verblijf van de krokodillen, want dat is in de Beekse Bergen natuurlijk ook. Hier zien jullie trouwens dat ik een hek om het gebouw aan het bouwen ben. Straks ga ik hier allemaal plantjes neerzetten, zodat het er wat leuker en gedecoreerder uitziet. Ook vond ik het gebouw van binnen nog een beetje donker, dus vandaar dat ik een aantal raampjes heb toegevoegd, zodat het wat lichter binnen wordt. Voor de rest heb ik de omgeving van het gebouw nog gedecoreerd en natuurlijk het verblijf zelf. Dus daar gaan jullie nu van genieten. Veel kijkplezier en tot zo!